Ik wist al van vorig jaar dat er sport naar school was, maar nu hebben ook de leerkracht van LO brieven uitgedeeld voor, en daar reclame voor gemaakt. Het spreekt voor zichzelf dat ik vorig jaar 85 inschrijvingen had en nu 130. Dus het is ook een mond-aan-mond reclame van de leerling. Dan betaal ik op school 40 euro en dan krijg je een SNS-pas waar je stempels op moet laten zitten, waar ook een foto van je eigen op hangt, want jij alleen mocht je pas gebruiken. Ik doe SNS omdat het goedkoper is dan andere sporten en je kunt heel veel variëren. Ook omdat ik graag niet veel dezelfde sporten doe, kun je veel andere sporten doen. Ik vind het eigenlijk ook leuk omdat je andere mensen kunt leren kennen en je kunt het ook altijd met andere mensen doen. In normaal gezien doe je zo één sport of zo in een sportclub. Maar nu is dat een initiatief waar je zo veel sporten kunt doen. En dat is gewoon keileuk. Of je gaat spinnen en je zegt van dat is toch niks voor mij. He, dus dan doe je morgen weer wat anders. Ja, ik heb al mijn sport naar school gezwommen. Thaiboxen, streetdance, zumba, bellydance, fitness. Als je dus een abonnement koopt in de fitness, dan kost dat heel veel. Als je een les dans volgt, kost dat 7,5 euro of nog meer. Ja, ik train dus nu bij de fitness en ik betaal daar 30 euro per maand. En als je dat dan 40 euro voor een jaar kan doen, zou dat heel goed zijn. Ja, we hebben ook zo een boekje gekregen waar dat alle sporten in staan. En er staat ook in wat dat eigenlijk inhoudt, die sporten. En hoe dat je daar makkelijk kunt geraken met openbaar vervoer. Nee, we gaan zoombijen. Ah ja, oké, dat is goed voor fit, voor brand. Wij gaan SNS'en! In een sportclub ga je trainen en word je echt verplicht van elke week daar te zijn op dat uur. Maar bij ons is dat gewoon, je komt wanneer je goesting hebt. En door sporten ben ik zo actief geworden. En normaal gezien, als ik thuis ben, na school, als ik thuis ben, ik kon niet leren, dat gaat niet. Maar als ik sport, dan ben ik zo actief en dan kan ik beter leren. Het is gemakkelijk en tegelijkertijd verbrand je heel veel calorieën. Het is heel actief. En iedereen kan het eigenlijk doen zonder dansachtergrond. En het blijft een succesproduct hier bij ons, dus de danslessen, top. Ik heb allerlei sporten geprobeerd en een van die sporten was ropeskipping. En door die SNS ben ik dan ook doorgestuurd naar de club. Uiteindelijk ben ik dan ook zelf beginnen lesgeven in de ropeskipping. En voor het moment heb ik er ook een stuk of 8. En ik hoop na dit schooljaar, na dit SNS-jaar, dat ze dan ook op een of andere manier in de club kunnen belanden. Via SNS had ik een ploegje en die zijn dan bij de club gekomen. Dan zijn we al beginnen met een competitie te spelen. Het eerste jaar was niet zo goed, maar het tweede jaar liep het al beter. Uiteindelijk zijn ze verleden jaar kampioen gespeeld in de tweede afdeling in de futsal, tweede nationale. En van die SNS'ers zijn er toch 2 à 3 spelers die naar het eerste elftal worden doorgeschoven. Alle uurroosters en alle info vind je op www.sportnaschool.be. Vorig jaar ben ik gestopt met basket omdat ik meer tijd wou steken in mijn muziek. En nu is er SNS en is voor mij ideaal om terug aan sport te kunnen doen. En ik denk dat dat voor velen ook het geval is. De SNS-pas, dat is echt iets voor u.